Dinsdagmorgen, Elst. De lopers trekken met duizenden door het dorp heen. En traditioneel is Volkel weer goed vertegenwoordigd. Dit jaar met 35 lopers. Dat zijn er wat minder dan normaal. Dat komt omdat het in Brabant nog geen bouwvak- en basisschoolvakantie is, hè, Arie de Snow? Klopt, helemaal. Ja, vorig jaar waren we met 61 lopers. En ja, doordat het nog geen vakanties zijn, is het een aantal een stuk minder. Ja, drukt dat een negatief stempel op de pret? Pertinent niet. Nee, want niet dat die andere lopers ook niet gezellig waren, maar het was net zo gezellig en de sfeer is weer fantastisch. Ja. Harry van Nuland, hoeveelste keer loop je mee? Ik loop voor de 8e keer mee. Ja, nou is het heel bijzonder in Volkel, hè? Want jullie hebben niet alleen een groep lopers, maar hier op de achtergrond daar zien wij de tent van de verzorgingsposten. Ja. Heel jullie dorp werkt altijd mee, hè? Ja, we hebben van Volkel alle medewerking, alle ondernemers die vullen van die sponsoren. Dus de bakker, de slager, ja, eigenlijk iets kan doen voor de vierdaagse, die levert een bijdrage. Ja. Ja, en Arie, dan hebben jullie ook een speciaal kamp, hè, waar je slaapt. Ja, we logeren bij Kwik 1888, dat is een voetbalvereniging, maar voor de vierdaagse wordt dat helemaal als camping ingericht. En daar kunnen totaal 1000 wandelaars logeren. En daar hebben wij een stukje van. En daar staat ook een hele grote tent waar we dus het avonddiner diner hebben. En waar we ontbijten en alles. Ja. En ook helemaal weer verzorgd door onze fantastische vrijwilligers. En nou lopen jullie zelf ook mee, behalve dat je in de organisatie zit. Hoeveel kilometer hebben jullie er vandaag al op zitten? We zitten net over de helft. Nu ongeveer een 23 kilometer. Ja, want jullie lopen de 40, hè? Ja. Nou, dat is iets drinken dan en snel verder. Doen we. Veel succes.